Goedemorgen, mijn god, ik ben helemaal gebroken vandaag. Ik heb gisteren één keer een late nacht gehad. Ik ben helemaal gebroken, joh. Zelfs mijn stem is gebroken. Ik ben lekker. Ik ben even rustig aan het opstaan. Even koffie gezet. En ik ga even 90 Day Fiancé kijken. Er zijn nu tegenwoordig twee versies. En ik kijk nu de tweede. Kan ik lekker zo mijn ogen opstarten. Heerlijk. Love it. Oh, ik ga even een groenteomeletje maken. Er is me vandaag echt van die rare eieren meegenomen. En hij zegt dus dat je deze doos elke keer kan meenemen in de supermarkt. En de eieren zelf kan kiezen. Want die kippen die lopen heel blij rond. In een boerderij of zo. Die kunnen dus vrij naar binnen en naar buiten lopen of zo, weet ik veel. Ik ga een groenteomeletje maken. Ik ga even beginnen met snijden. Ik heb hier één uitje gesneden. Ik had geen normale ui, dus ik heb een rode ui gebruikt. Is ook gewoon lekker. En ik ga vandaag een beetje de Turkse versie maken van een groenteomelet. En die heet menemen, Nes? Ja. Ja. Nou, olijfolie hier, ui erin. Nu even paprika snijden. Ik heb hier een halve paprika, die doe ik er ook in. En als laatst, tenminste voor nu, gaat er knoflook bij. Ik krijg nog steeds heel veel vragen waar ik deze van heb. Maar die is gewoon van Albert Heijn bij de diepvriesgedeelte. Dan heb je van die kant-en-klare gesneden knoflook. Super handig. Ik gebruik hiervoor 3 tros tomaten. Die ga ik even snijden en dan gaan ze er later even bij. Zo, ik heb de tomaten erbij gevoegd. Dat ga ik even zo 5 minuutjes bakken. En dan doe ik er geklopte eieren bij met zout en peper. De geklopte eieren al gekruid met zout en peper en knoflookkruiden. Ik heb hier nog een beetje peterselie erin gedaan. Oké, ik ga nu de eieren erbij doen en dan moet ik 5 minuten lang even alles om elkaar heen kloppen. Klaar. Kijk hoe kleurrijk het eruit ziet. Heerlijk. Zo, ik heb me inmiddels klaargemaakt en ik ben zo happy met mijn haarkleur. Zelfs zeg maar in een knot zie je de haarkleur echt gewoon heel erg goed. Ik weet niet of het op de camera zichtbaar is, maar in real life zie je die echt goed. In ieder geval, ik heb me een beetje klaargemaakt. Ik moet nog even alleen omkleden. En dan hebben wij zo even een afspraak voor een kijkmoment voor ons huis. Kijk hoe ver ze allemaal zijn met het bouwen en zo. Alleen niet of Nessie het gaat redden, want hij heeft nu een andere afspraak en we hebben het kijkmoment al over 10 minuten. Dus ik hoop dat hij gewoon hier op tijd is. Zodat we er naartoe kunnen. Maar ja, anders maakt het ook niet echt uit. Want we hebben een uurtje. Zo, ik heb me inmiddels omgekleed. Ik heb gewoon even een jasje aangedaan. Ik heb even sportschoenen ook aangedaan. Want ik dacht, zodat die schoenen dan helemaal vies worden, heb ik echt helemaal geen zin in. Nessie redt het niet om mij op te halen. Dus ik moet er zelf even naartoe rijden. En dan zie ik hem daar even. Ik heb trek, jongen. Echt. Oh, die hongergevoel. Eerste week keto's echt even bikkelen, hoor. Ik heb ook echt gewoon koppijn vandaag. Trouwens, voordat ik vertrek wou ik jullie mijn nieuwe bril laten zien van Ray-Ban. Kijk, heel cute. De zijkant. Dan is mijn tijgerprint. Kijk, één keer hoe cute. Ik vind hem echt heel mooi. En zo ziet hij eruit als ik hem op heb. Ik zie er echt uit als een rockstar of zo. Jongens, ik moest toch opgehaald worden door Nessie. Maar ik kon mijn reservesleutel van mijn auto niet vinden. En hij had die andere sleutel, zijn tas. Dus ja, onderweg. Wil je wat zeggen, Nessie? Ik wil niks zeggen. Maar vind je mijn nieuwe bril mooi? Ja. Nessie wordt gefilmd, olé olé. Mensen vragen echt naar jou, NS. Waarom? Gewoon, van waar is Nessie? We missen hem in de vlog. Ah, wat een onzin. Ze missen zelfs de hoi bitches. Ja? Ja. Nou. Hallo bitches. Dat missen ze zelfs van jou. Zet bitches. Nou jongens, we zijn aangekomen. Echt spannend, Nes. Enorm. Oh hier, daar is de hek al. Nou jongens, we staan letterlijk in ons huis. Het is echt zo raar. Het is heel groot. Ja, het is echt mega groot en boven onze verwachtingen. Oh my god. We zijn echt zo blij. We hadden al, ja, natuurlijk heb je al wel een ideetje als je een huis gaat bouwen. Maar het is niet normaal, man. Dit is fucking groot. Wij zijn echt zo happy. We hadden nog een heel ander beeld in ons hoofd, maar wauw. Wauw. Het is even naar ons kijkmoment geweest en we zijn echt zo happy met alles. Het is echt zo boven onze verwachtingen. We kunnen echt niet meer wachten, maar we hebben nu wel zeg maar wat meer rust, hè Nessie? Ja. Omdat ze zijn echt al zo ver en dat geeft ons gewoon echt even voor nu rust. Groot. De eerste verdieping is al af. Tweede verdieping ook, hè, Nes?
En dan moeten we nog met de derde alleen. Dus nog even starten. Ja. Zo. Een paar uur later, echt heel erg. Vanessa en ik hadden een discussie over het eten. Hij had zin in wok, ik niet. Ik had weer zin in mosselen. Maar ik snap ook wel dat mensen mij helemaal beu zijn met mijn mosselen. Maar in ieder geval, we kwamen er niet uit. Dus Nesim gaat nu lekker wok eten. Hij moest sowieso naar kantoor en werken. Zij gaat daar even wok bestellen. Tegenwoordig, tenminste bij sommige tentjes, kan je dus wok bestellen met zilvervliesrijst. Dat is echt heel goed als je traint en niet keten doet. Maar voor mij is het, ja, ik eet dat gewoon niet. Dus dat kan niet. Ik kon gewoon geen wok eten. Ik ben nu... Het is echt leuk. Ik ben nu alweer in Twente, guys. Het is 6 uur. Ik ben net Twente ingereden. Ik hoop dat mijn vriendin mosselen bij mij wil eten. En anders heb ik echt pech. Maar ja. En vandaag komt er geen vlog online. Ik heb wel gewoon gevlogd. Maar mijn hoofd stond er gewoon niet naar om te gaan editen. Ik ben er heel eerlijk in. Dus ik dacht, ja, vandaag dan even niet. Ik skip even een dagje. Want ik vlog letterlijk elke dag. En als ik dan een keer pauze wil, dan gun ik me dat ze. Dan gun ik dat mezelf natuurlijk ook. Dus daarom. Geen vlog vandaag, helaas. Sorry, tot morgen weer. Oh mijn god, ik zie dus echt nu pas ik mijn lipliner helemaal scheel heb gezet gewoon. Wij zijn inmiddels bij een restaurant geëindigd. Een All You Can Eat, wel echt een goeie in Twente moet ik zeggen. En hier kan ik lekker onbeperkt mossel eten. Kijk eens, en dan ook nog lekker gegrild. Dat vind ik eigenlijk nog veel lekkerder eigenlijk. Gamba's. Oh jongens, de derde portie en ik heb nog een biefstuk erbij. Lekker medium. Ik heb heerlijk gegeten. Ik heb weer afscheid genomen. Zo, kom maar niet. Ik heb weer afscheid genomen van vriendin. Nu begin ik weer aan een lange terugweg richting Rotterdam. 1 uur en 40 minuten om precies te zijn. Hallo? Hoi. Ik ben net thuis. Zo, ik heb een eindje moeten rijden. Ik heb even onderweg even drinken gehaald. Want ik kon gewoon niet meer concentreren. Ik moest een soort van cafeïne naar binnen werken. En toen heb ik dus onderweg dit ontdekt. Ik wist niet eens dat ze er bij de tank hadden. Maar dit is dus Pepsi Max. Het is eigenlijk gewoon de zero versie van Coca-Cola. En de smaak sherry. En weet je waar deze echt, echt naar proeft? Dit proeft naar Dr. Pepper. En ik vind Dr. Pepper zo lekker. Dus ik was echt helemaal happy. En dat heeft me een beetje wakker gehouden. Het fijne aan thuiskomen is dat ik mijn knot dus iets losser kan doen. Want ik doe hem echt altijd zo strak. En dan doet mijn hoofd gewoon echt pijn daarna. Dus nu kan ik het gewoon lekker in een losse knot zo doen. Normaal man! Dit is mijn night snack. Aardbei, pure chocola, afgebeten door Nesim gisteren. Ja. En mijn walnootjes. Leuk hoor! Yes, yes, okay, yes, ja, yes, doei. Yes, doei! Echt zo. Haat dit geluid gewoon. Nou, whatever. Hoor je mij ook klaar voor jouw dingetjes? Maar ik mag een geluid.